Zou het niet te gek zijn dat je kan naspelen wat je hoort op de radio, Spotify of YouTube? En dat je niet afhankelijk bent van bladmuziek, dat je alles moet lezen of dat je elke noot moet onthouden die je speelt? Dat zou toch te gek zijn, hè? In deze video ga ik je helpen om je gehoor te trainen. Dus om die vertaalslag van de muziek die je hoort naar de saxofoon beter te kunnen maken. Wat een ontzettend waardevolle tussenstap is in die vertaalslag van de muziek die je hoort naar de saxofoon, is het instrument wat je hele leven lang al bij je draagt, je stem. Zing muziek. Waarom? Omdat als je melodieën zingt, je veel sneller herkent of iets omhoog gaat of naar beneden gaat. Dus je herkent de melodie veel sneller, omdat je je stembanden al je hele leven lang kent. Een tweede bijkomstigheid is dat je veel sneller melodie uit je hoofd leert. Denk maar aan die Franse les op de middelbare school. Dat je 40 woordjes moet leren en als je ze dan hardop uitspreekt, gaat het beter. En je hoeft je nog helemaal niet druk te maken over welke greep je moet pakken op de saxofoon, de embouchure, de mondtechniek dus, of andere technische zaken van de saxofoon. Je bent echt puur met het luisteren bezig en dat gebeurt veel intuïtiever. Oké, zingen dus. Maar als we het nou even praktischer maken. Stel je voor we willen een stukje muziek uitzoeken van Spotify. Waar moeten we dan op letten? Ten eerste let je op de moeilijkheid. Bijvoorbeeld tempo, is dat niet te hoog van de noten? De ritmiek, is dat niet te lastig? Of de sprongen van de melodie, de nootsprongen, zijn die niet te groot, niet te moeilijk? En dan ga je natuurlijk naar de noten toe. En het eerste wat je dan kan doen, is stel je voor je zet de track aan, speel dan over het intro willekeurig wat noten. En probeer dan de noten te onderscheiden in noten die goed klinken over de muziek heen en noten die minder goed klinken. Ik zal het even voordoen. Ik begin met de B. Nee, dat is niet goed. C wel. Best klinkt ook goed. A. F ook. Hoger. Ja. Nee, S niet. E ook wel. Dat is weer de F. Dus ik heb nu een heel rijtje noten die goed matchen met de muziek. Sommige noten waren dus niet goed. Die haal ik gelijk uit mijn systeem. Dus wat ik over heb is F, G, A, Bes, C, D, E en dan de hoge F klonk ook goed. Klinkt als een toonladder. En met deze noten kan ik de melodie waarschijnlijk ook beter vinden. Gaan we nu naar de eerste zin toe van de melodie. En wat ik doe, is ik stop hem daar, want ik wil niet te veel noten in één keer uitzoeken. Dat is super belangrijk. Dat hebben we dus ook weer te danken aan die Franse les. Als we 40 woordjes moesten leren, dan leerden we ze niet allemaal in één keer, alle 40 achter elkaar, maar in groepjes van 5. En daardoor ging het veel beter. Dus stop hem al bij 2, 3, misschien 4 noten. Meer niet. Zing dat na. Na, 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 na. Even checken. Nobody here. Nobody here. Na, 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 na. En dan nu de eerste noot. Die is het belangrijkst. Na. Die klinkt iets hoger. Dat is hem. Na. Nu voel ik aan mijn stem dat de melodie omhoog gaat. Hey, dat klinkt toch anders. Die eerste 3 klonken goed. Na, 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 na. Misschien moet ik eentje overslaan. Die klinkt goed. Gaan we naar de tweede helft. Knocking at my door. Dat is ook een goede truc. Dat je de woorden meezingt. Want als je dan de woorden meezingt, koppel je ook de woorden weer aan de noten. En onthoud je de noten ook weer beter. Knocking at my door. Na. Eerste noot. Iets te laag. Ja. Knocking. Hij gaat naar beneden. Nee, dat is niet goed. Volgende tip. Als je merkt, de sprong is misschien iets groter. Zing dan de tussenstapjes die er wellicht zijn. Knocking. Kan ik daar een noot tussen zingen?
Knocking. Ja, volgens mij wel. Kijken. Dus dan moet ik dus 2 naar beneden in plaats van 1. Dus ik had een A. Dan moet ik dus de volgende noot een F spelen. Dus tussen stapjes, tussen noten zingen helpt heel erg bij de grotere sprongen of grotere intervallen. Als de optie er is, speel de muziek dan langzamer af. Op Spotify kan het niet, maar op YouTube bijvoorbeeld kan het wel. Dat zit bijvoorbeeld bij settings, dat zit hier rechtsonder in de video. En daar kun je naar de afspeelsnelheid, die kun je instellen. Dat scheelt weer, want dan komen de noten langzamer voorbij, is het dus weer beter te doen. Oké, nou ik hoop dat je wat hebt gehad aan de tips die ik je gaf. Ga lekker veel zingen, lekker veel muziek luisteren, muziek uitzoeken. En misschien vind je het leuk om deze video een like te geven, een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn channel. Tot de volgende keer.